Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag pokeballs maken met gegrilde kip. Ik heb deze pokeball rijst gebruikt en ik heb de rijst al gekookt. Ik begin met een laagje rijst. Ik doe overal wat mayonaise overheen. Dan doe ik overal een schep maiskorrels in. En ik gebruik deze boontjes. Dat ga ik erbij doen. Dan doe ik wat groene olijven bij. Ik doe er een rood uitje bij. Ik doe er een schepje avocado bij. Ik doe wat limoensap over de avocado heen. Ik doe hier dan wat kruidenzout overheen. Ik doe er dan ook wat gebakken uitjes overheen. Ik leg dit even aan de kant en dan ga ik nu bezig met de kipspiesjes. Ik heb hier kipfiletstukjes. Dat heb ik gekruid, dat ga ik zo meteen even mengen. Ik heb er zonnebloemolie in gedaan, olijfolie, tomatenpuree, Marokkaanse kruiden, zout, peper, chilivlokken en een uitje heb ik erbij gedaan. Ik ga dit met elkaar mengen. Ik ga dit afdekken en laat ik even staan om te marineren. Ik ga deze spiesjes gebruiken. Ik heb hier een vel aluminiumfolie en daar ga ik de spiesjes op leggen. Ik heb hier mijn grill, dat laat ik even warm worden. De kipspiesjes zijn klaar. Ik ga het nu in de pokeball doen. Ik ga nu overheen met wat satésaus. Hier doe ik dan nog wat gebakken uitjes overheen. En ik doe er wat chilivlokken overheen. En als laatste doe ik wat bosuitjes overheen.
Dan is dit het geworden. Een pokeball met gegrilde kipspiesjes. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!